Stel jezelf een pak wasvermiddel voor. Die heeft een bepaalde som. En die som bestaat eigenlijk uit het gewicht van de verpakking en het gewicht van de inhoud. Nou, als het gewicht van de verpakking en het gewicht van de inhoud allebei normaal verdeeld zijn, dan geldt dat de som ook weer normaal verdeeld is. Dus wat kan ik hier noteren? Als x normaal verdeeld is, en dan geldt het gemiddelde, noem ik dan mu x, de standaardafwijking noem ik sigma x, en y is ook normaal verdeeld. Dan krijg je dus de mu van y en de standaardafwijking van y, dan geldt dat s ook weer normaal verdeeld is. Nou, en welke formules gelden hier? Daar wil ik nu op inzoomen. Voor het gemiddelde geldt, dan mag ik gewoon de gemiddeldes bij elkaar optellen. Nou, dat klinkt logisch. Hè? Als je een gemiddeld gewicht hebt voor de verpakking en een gemiddeld gewicht hebt voor de inhoud, dan is het gemiddelde voor de som natuurlijk de som van die gemiddeldes. Maar bij de standaardafwijking moet je opletten. Je mag nu niet zomaar zeggen, ik doe die standaardafwijkingen bij elkaar optellen. Voor de standaardafwijking geldt dat je dit moet doen. Je moet de standaardafwijking van x kwadrateren, de standaardafwijking van y kwadrateren, dat eerst bij elkaar optellen en daarna pas de wortel pakken. De grootst gemaakte fout is dat mensen hier zeggen, bijvoorbeeld als ik dit heb, de wortel van 3 kwadraat plus 4 kwadraat. Oh, dan pak ik de wortel van 3 kwadraat, dat is 3. En de wortel van 4 kwadraat, dat is gelijk aan 4. Dus hier komt 7 uit. Dat mag niet. 3 kwadraat is 9, 4 kwadraat is 16, samen is dat 25. En de wortel van 25 is 5. Dus ik zet hier eventjes een grote streep doorheen. Nooit op die manier doen. Nou, waar heeft dit mee te maken, deze standaardafwijking? Je mag de gemiddeldes bij elkaar optellen en je mag ook de variantie bij elkaar optellen. Nou, wat is de variantie? Ik zal even een andere kleur gebruiken. De variantie, dat is s. En ja, het komt nu een beetje gek uit, omdat ik ook naar de som toe ga, de letter s. Dus dit hier, deze staat voor de variantie en deze letter staat voor de som. En waar is dat gelijk aan? Nou, dat is gelijk aan de som van x. Elke waarneming ga je vergelijken met het gemiddelde. Je pakt er de som van en je deelt dat door de totale omvang. En bij de standaardafwijking geldt dat je hier nog de wortel moet pakken. Dus de variantie is eigenlijk net de stap voordat je de wortel pakt. En dat betekent dat dit eigenlijk gelijk is aan de sigma van de som in het kwadraat. Bedenk maar voor jezelf het volgende. Als ik de wortel hiervan pak, want dat is het enige wat ik nu nog niet heb gedaan, dan kom je op de standaardafwijking uit. Als ik nu links en rechts kwadrateer, dan staat er precies wat hier links staat. En dus hieruit volgt, OS is gelijk aan de wortel van SS. Nou, wat geldt er? Als je de variantie wil hebben van de som, dan is dat gelijk aan de variantie van x plus de variantie van y. Dat betekent dat je de varianties dus wel bij elkaar mag optellen. Net zoals dat ik hier de gemiddeldes bij elkaar mag optellen. En wat ga ik nu doen? Ik ga nu de wortel pakken, want daarvan mag ik zeggen dat is gelijk aan de standaardafwijking. Ik wil wel naar de standaardafwijking toe, niet naar de variantie. En dat betekent dat ik hier ook de wortel moet pakken van sx plus sy. Waar is sx gelijk aan? Sx, dat is niks anders dan de standaardafwijking van x in het kwadraat. Kijk maar, dat is eigenlijk soortgelijk als wat hier stond. Ss, dat is de standaardafwijking van s in het kwadraat. Nou, vervang nu maar de letter s door de letter x en dan staat er precies wat ik heb opgeschreven. En dat kan ik ook doen voor sy, dat is de standaardafwijking van y in het kwadraat. Dus je krijgt de wortel van de standaardafwijking van x in het kwadraat plus de standaardafwijking van y in het kwadraat. En dat is waar deze formule vandaan komt. Nou, dan gaan we dat nu oefenen met een voorbeeld. Ik heb het al uitgeschreven. X, dat is de productietijd van de eerste fase. Y is de productietijd van de tweede fase in een bepaalde fabriek waarin iets gemaakt wordt. Nou, x is normaal verdeeld. Gemiddeld duurt dat proces 180 minuten. De standaardafwijking is 2 minuten. En proces y duurt gemiddeld 23 minuten. En de standaardafwijking, dat is 1 minuut, bijvoorbeeld. Het moet trouwens seconden zijn, zie ik, want in de vraag zie ik ook seconden staan. Dus het is 180 seconden, 23 seconden, enzovoort.
Hoeveel procent van de artikelen wordt in minder dan 200 seconden geproduceerd? Nou, ik moet nu als eerste naar de som toe. Nou, dat noem ik letter S. Dus dit is de oplossing. S, dat definieer ik als de totale productietijd. Je mag hier ook een andere letter dan S gebruiken, maar ik vind het zelf eigenlijk fijn om altijd de letter S voor som te gebruiken. Dat is de totale productietijd van fase 1 en fase 2. Nou, die zijn allebei normaal verdeeld, dan geldt dat S ook weer normaal verdeeld is. En nu ga ik die formules gebruiken. Het gemiddelde van de som, dat is gewoon gelijk aan het gemiddelde van x plus het gemiddelde van y. Nou, dat hoef je qua formule ook niet per se op te schrijven, dus ik vul het hier ook meteen in. Dat is 180 plus 23, dus dat wordt 203. En de standaardafwijking van de som, dan moet ik dus die formule gebruiken die ik net heb aangetoond. En dat betekent dat je dus moet doen 2 kwadraat plus 1 kwadraat. Nou, 2 kwadraat is 4, 1 kwadraat is 1, dus je krijgt de wortel van 5. Nou, voordat ik nu de opgave ga beantwoorden, kun je altijd een normale verdeling tekenen. Teken even kort een schets. En wat geldt nu? Dit gaat over de som. De mu was gelijk aan 180. De standaardafwijking was gelijk aan wortel 5. En dan kan ik het nu tekenen. 203 zit in het midden. En ik wil uitrekenen in hoeveel procent van de gevallen gaat dit sneller dan 200 seconden. Ja, waar ligt die 200 ongeveer? Bedenk voor jezelf dat wortel 5, dat is groter dan wortel 4. Wortel 4 is 2. Dus de standaardafwijking, dat zal ongeveer 2,2, 2,3 zijn. Dus als ik naar 200 ga, ga ik iets meer dan één standaardafwijking naar links. Dus qua plaatje kan ik dat ongeveer hier tekenen. Dus hier zal 200 ongeveer liggen. Nou, dat betekent dat ik deze oppervlakte wil uitrekenen. Dus die is gevraagd. Nou, wat wil ik dan? De kans dat S kleiner is dan 200. De totale productietijd moet kleiner zijn dan 200. En dit is nu gelijk aan normal CDF min 10 tot de macht 99, 200. Nou, het gemiddelde, dat is hier gelijk. En ik zie dat ik hier even fout had opgeschreven. Deze 180, dat moet natuurlijk 203 zijn. Ik had het hier wel goed opgeschreven. Voor het gemiddelde gebruik ik nu 203. En voor de standaardafwijking wortel 5. Nou, als je dat uitrekent, kom je uit op 0,0898 en dat is ongeveer 0,090. Nou, als ik daar een percentage van moet maken, doe ik het gewoon keer 100% en dan kom je uit op dus in 9% van de gevallen wordt het in minder dan 200 seconden geproduceerd. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.